cheaptickets.nl. Alle airlines, alle bestemmingen, altijd de beste deals. Toren C, het satirische programma waarin verschillende typetjes in de meest bizarre situaties in en rondom kantoor terechtkomen, zit alweer in zijn 5e seizoen. Ja, en omdat de serie zo'n groot succes is, bezocht ik de twee actrices die achter de serie zitten, Maaike Meijer en Margot Ros, in Amsterdam. Mark en Margot, we zitten in jullie audio nabewerkstudio. We zitten in seizoen 5 van Toren C. Maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe het allemaal tussen jullie begonnen is. Waar is het begonnen? Volgens mij is het inmiddels, ik denk 8 jaar geleden of zo. Al nee, dat wij... langer. Langer alweer? Ik was nog zwanger van... Ja, alweer lang. Kan je nagaan. Nou, meer dan 8 jaar geleden, 10 jaar geleden misschien zelfs wel. Dat ik had een soort droom dat, om een eigen comedy-serie te schrijven, maar dan met iemand anders. Maar vindt diegene maar eens. Ik had Margot al een keer ontmoet in een café. En het was een ontzettend leuke ontmoeting geweest. Een heel leuk verhaal had ze verteld waar ik ontzettend om had moeten lachen. En toen was dat altijd blijven hangen. En ik geloof erg in duo's met comedy. En omdat je heel goed kan sparren. Toen ben ik in het telefoonboek gedoken. Heb ik haar gevonden. Zit te kletsen. Klikte meteen. En de rest is geschiedenis. Toen zijn we eigenlijk meteen gaan schrijven. Heen en weer gaan schrijven. En tikken. En we hebben nog heel veel te dure series bedacht. Die allemaal afgeketst zijn in de loop der jaren. En uiteindelijk heeft dat zich eigenlijk gekanaliseerd tot Toren C. Maar dat duurde wel een hele... Dat heeft wel, een jaar of 4 denk ik geduurd. Voordat we echt voet aan de grond krijgen met Toren C. Gaat het? Ja, het gaat goed. Oké. Hoe kwam dan Toren C? Waarom werd het Toren C? Waarom heet het eigenlijk Toren C? Dat was volgens mij, daar hebben we best wel lang naar gezocht. En toen kwam, op een gegeven moment was het Toren, we wilden iets met Toren erin. Om het kantoorig te maken. Toen hadden we Toren A, maar dat is te goed. Want dan zat het de eerste in de lijn. B is ook nog best wel dichtbij, maar C is echt lullig. En toen dachten we, het wordt Toren C. Nou, we hadden zoveel losse sketches. En op een gegeven moment dachten we, er moet een soort gemeen ding zijn, gemeen plaats zijn waarin alles samen kan komen. En uiteindelijk kwamen we op een gebouw waar gewerkt wordt en waar je... Nou ja, waar je alles kan doen, behalve wonen. Dus er kan een sauna in zitten, een gymzaal en een manege heeft erin gezeten. En kinderopvang en weet ik het al. Maar dat kan er allemaal in, maar niet wonen. Dus zodoende kwamen we op een toren, een gebouw. Toren C dus. Het is ook in Frankrijk. Heet het alleen Working Girls, geloof ik, hè? Ja. Wat is het verschil tussen de twee? De Working Girls, die maken gebruik van onze grappen en onze scènes en ook onze personages. Dus ze kopiëren voor een stuk Toren C. Maar wat zij doen is, ze hebben voor ieder personage een andere actrice. Dus ze hebben eigenlijk 6 of 7 archetypes genomen van ons. En daar hebben ze 1 actrice voor. Dus het zijn niet 2 actrices die rollen spelen. En de afleveringen zijn allemaal 13 minuten of zo. Dus ze zijn echt 10 minuten korter. Maar voor de rest zitten eigenlijk al onze grappen erin. En schrijven ze soms ook zelf wat bij. Nou, de portiers, dat hebben zij niet gebruikt. Nee. Daar kunnen zij niet zoveel mee. Snap dat ze niet. Oh, dat is te Nederlands. Veel te grof. Ja, dat is te Nederlands. Ze hebben ook alle grappen die heel ver gaan, die te maken hebben met lelijkheid en pijnlijke lelijkheid, die doen ze ook niet. Het zijn hele mooie dames. Dat is ook wel een verschil. En poep, dat is er ook uit bij de Fransen. Ja. Dus ze kunnen strekken ze ook niet. Dus het is... Dan blijft ze eigenlijk 5% over. 5% doen ze wel. Dus dat gebruiken ze wel van Oké. Maar ja, je zegt dus, het is, in Nederland is het even wat smeriger, wat lelijker. Mm. Ik ben toch benieuwd, jullie krijgen vast heel vaak deze vraag. Maar hoe in godsnaam bedenken jullie die situaties? Nee, ja, dat gaat vanzelf eigenlijk. Wij gaan altijd terug naar het gevoel wat iets je brengt. We zijn in eerste instantie actrices, dus daar begint het mee. Van wat doet het met een mens als je op een bepaalde manier iets ervaart of voelt? En dat ga je vormgeven. Dus, en wat wij heel aantrekkelijk vinden is de pijnlijkheid van het leven. Het onvermogen om je geluk te bereiken. En de energie die het je kost om daarna op zoek te gaan. Dat herkent iedereen volgens mij. En daar dan
de randen van op gaan zoeken. En dat zo kartelig mogelijk gaan knippen. Dat is wat we leuk vinden. Dus het begint altijd bij een gevoel of bij een situatie. Jeetje, hoe verhoud je daartoe? En wat als je nou iets heel anders gaat zeggen of doen dan wat een mens normaal zou doen? Als ik vroeger in de kerk zat en de pastoor zei iets. Die beweerde iets over God. Dat ik eigenlijk te heel vaak heb gedacht. Ik ga nu gewoon roepen. Het is niet waar. Bewijs het maar. Zo dat je voelt. Nu ga ik iets doen. Wat eigenlijk helemaal niet kan. Dat heb ik. En daar wringt het natuurlijk ook. Als je iets verzint. Want we hebben vaak een grap als uitgangspunt. Waarin een tegenstelling zit. Of waarin iets schuurt. En dan gaan we terugwerken naar die grap toe. Dus dan denken. Maar hoe kunnen we daar nou komen? Dus zo werkt het vaak. En waar die dingen ontstaan is overal. Gewoon in de gewone situaties thuis. Maar het kan ook op de fiets of in een winkel. Of in je dagelijks leven kom je in zoveel situaties terecht. Dat als je even verder denkt. Dan ligt daar een grap of een hele pijnlijke situatie. En daar putten we wel ook, uit. Ik denk dat wij ook best wel vaak pijnlijke situaties meemaken. En veroorzaken ook. En dat we daarom heel erg kunnen putten uit ons eigen leven. Ja. Ja, oké, dankjewel. Dankjewel, dankje. Jullie spelen natuurlijk karakters. Er zijn bepaalde karakters die altijd terugkomen. Er komen soms wat nieuwe bij, er gaan er soms wat af. Ja. Hebben jullie een persoonlijke favoriet toevallig ook? Nou, ik weet, als ik Else speel, de moeder van 5 kinderen, dan wordt iedereen altijd heel gelukkig op de set. Dus die vind ik altijd heel leuk om te spelen. Dus dat gaat me redelijk gemakkelijk af. Als ik de set oploop en dan. Ik ga ook automatisch meteen zo mezelf aankondigen in de gang als ik aankom loop. Jongens, ben er weer! En dan wordt iedereen heel gelukkig. Dus ja, ik speel heel graag Else, omdat het iedereen gelukkig maakt. Wat is dat? Kinderen hebben de computers verwisseld. Als jij deze ondertekening verpatst. Ja, maar het komt goed, Karen. Het komt goed. Want je zou het niet zeggen, maar het is een echte computer. En ik heb alles op een sticker. Voor jou, Els? Voor jou? Ja, dat heb ik niet. Nee? Nee, ik weet het niet zo goed. Ik zit nu echt een beetje in een fase dat ik denk. Ja, en Mieke wel. Ja, maar dat is niet echt lekker om te spelen of zo. Dat is meer een soort sul. Hmm. Ik heb niet meer... Of nou, dat is trouwens helemaal niet waar. Ik ga het nu even zeggen welke het is. Dat ga ik toch even zeggen. Okay. Ze werkt in de keuken. Als jij haar speelt, word jij altijd heel erg gelukkig. Oh, Ankie. Ankie met de dikke bril. Ankie. Ja, ze zijn allemaal heel fijn om te spelen, maar dat, ja. Ja, maar dan trek jij een soort... Dan trek jij echt een doos open en dan hou je die meer op de set. Ja, ja, ja. Dan ben je Ankie. Dan ben ik Ankie. En dan ga je ook iedereen zo vermaken met Ankie op de set. Ja, dat is wel... Ja, misschien die of de portiers of zo. Of, ja, ik heb geen idee. Ik weet het niet. Als het lapje knippert, dan zijn de bonen op. Gaan we even de bonen bijvullen. Jij dus. Zo klaar. Volgende week meer Toren C en dan hoor je hoe bicurious de dames eigenlijk zijn. Ik wil wel een keer met jou uit, hoor, mensen. Ja, dat dacht ik al. Ik zag jou wel eens. Ik wil laten zien dat ook mannen lekker kunnen zijn. Ja, precies. Met zo'n streepje van onder heeft zij waarschijnlijk. Zo'n heel klein streepje. Ik heb ook een streepje. Ja, precies. Aan de achterkant van mijn onderbroek. Ja, ja, waar je ballen er langs hangen. Dat bedoel je. Cheaptickets.nl. Alle airlines, alle bestemmingen, altijd de beste deals.